Like voor dit en negeer voor dat. Nee. Welkom bij een gloednieuwe video. Like deze video en abonneer op de kanaal met belletje aan. Even thuis spelen bij Ronald McDonald's. En hey, wat doe jij nou weer, vet klep? Nee, er is geen McDonald's. Oh, hoppakee. Slaap jij? Ja, Huh? Hij leeft gewoon nog. Zo, nou niet meer. Zo. Hoppakee, nu liggen een vriend. Zo, oké, we hebben nog een pakketje liggen. En weet je wat, wij gaan even naar buiten toe. Let's go, bestellingen die komen nu weer aan. Weet je wat, deze heb ik behoorlijk kapot geslagen, maar die komen zo meteen binnen. Maar ondertussen gaan we even wat doen. Maar hoop ik heb je gelijk, mensen. Kunnen we even voor de 150 likes gaan? Jongens, jullie zijn strijders. Want iedere keer als ik een video upload, jullie kijken weer. En de video komt altijd in aanbevolen. Dankjewel, YouTube. Dat is toch wel een beter idee dan als ik op Delhi zou uploaden. Oké, misschien moeten we wel een beetje wennen, zeg maar, aan de structuur. Maar goed, het zit helemaal goed. En ja, morgen komt er ook weer een video op Delhi online. Jawel, ik hoop dat jullie er weer zin in hebben, want ik heb een leuke video opgenomen. En ja, die komt morgen online. Dus ja, dat komt wel goed. Alright, we gaan eens dus even op pad. En ja, we moeten eens dus even wat doen. Want we hebben namelijk last van concurrenten. Oké, we moeten ook even naar onze eigen McDonald's. Want daar werk ik namelijk. Maar onze concurrent, ja, die moeten we toch een beetje proberen tegen te gaan. Want die probeert met McDonald's eten te stelen. En nee, dat heb ik niet over de Burger King. Maar ja, dat was even te zeiden. Dus ja, volgens mij zag ik iemand daarboven zwaaien, of wat? Oh mijn god, wat is dat? Wat doet hij daarboven? Hallo? Ik weet niet wat dat is, maar ja. Oké, laten we gewoon even vriendelijk blijven. Ja, ik heb een hakbal in mijn handen, maar maakt niet uit. Wie is dat? En hey, dat is een kind. Hé, hey, kleintje. Hé. Hey. Kom dan. Wow, 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 yo. Wow, yo. Zo. Wajoe, wajoe, wajoe. Oh mijn god, niet doen hè? Klein rotkind. Nee. Zo. Oh mijn god, had gewoon een wapen bro. Oh mijn god, dat meen je toch niet? Oké, daar gaan we. 3, 2, 1 en. Jeet. Zo, auw. Oké, dat was een beetje pijnlijk in sprong. Maar dat maakt niet uit. Kind had gewoon een pistool. What the hell? Oh my god, en ik krijg verliesles. Maar are you crazy, kiddo? Nou, in ieder geval, we hebben een kiddo doodgemaakt. Want ja, die verdient dat gewoon eigenlijk wel. Dan moet hij maar niet lastig vallen. Heel simpel. Oké, we gaan gauw even weer doorrijden. Want ja, we hebben niet veel meer te zoeken. Dus let's go. Let's go. Let's go. Let's go. En ik zeg, oh, je moeder is een... Nee, oké, dat gaan we niet zeggen, jongens. Een beetje respect voor blijven naar alle mama's, hè. Alle mama's heten mama. Nee, oké, dat is ook niet waar, maar... Alright, we zetten onze auto neer en we gaan even hier naartoe. Want ik zie daar een puntje staan en dat is hier voor niks. Oké, wat zou hier nou achter zitten? Hallo, allemaal. Hallo. Huh? En waarom een helikopter daar? Wat doet de helikopter überhaupt? Is er voor een nieuwsuitzending of wat? Nou, either way, het is wel mooi weer. En Kissy Missy, wat is Kissy Missy aan het doen? En wat doet hij nou? Huh? Oh mijn god, dat meen je niet. Oké, maar we hebben zelf ook een wapen gepakt van een jongetje hier. Dus, hey, niet doen Kissy Missy. Stop. Oké, let's go. Hey, wat doe jij hier? Huggy Wuggy? Serieus? Oké, kom dan, Huggy Wuggy. Hè? Huh? Nee. Hoppakee, je kan vliegen, hè? Oh mijn god. Nou, in ieder geval, ja, het publiek is weg van het zwembad. Dat was niet de bedoeling. Ja, ik heb er niks mee te maken. Maar wij werden ineens aangevallen door Huggy Wuggy en Kissy Missy. Geen idee was het idee, maar laten we even gaan zwemmen. Want dit is wel een mooi zwembad. Maar eerlijk, je bent ook wel snel doorheen, denk ik. Want ja, we kunnen snel zwemmen. Maar ik denk dat je het echt in het echt zwemmen niet zo snel in ieder geval. Dat kan ik je wel bij deze vertellen. We zijn wel iets rustiger. Maar ja, dat is. Ik weet niet van wie deze strandbal is, maar die gaat lek. En die ook. Hoppakee. Voilà. En gauw wegwezen hier. Het hele terras is ook gewoon gelijk leeg. Maar ik ben Ronald McDonald's. Ik ben wel een beetje baldadig, hè? Oké, en gauw wegwezen. Want we hebben niks meer te zoeken. 1, 2, 3, level up. Oké, we gaan gewoon weg. Want ja, we hebben ze in ieder geval gehad en we hebben ze te pakken genomen. En dat is Veen. En oh mijn god, iedereen rent ook gewoon weg. Ja, dat is niet mijn probleem eigenlijk. Maar ja, leuk. Oké, lieve mensen, de avond is komen te vervallen. En ja, als de avond toch al gevallen is, dan weten we wat we moeten doen natuurlijk. Want we gaan even naar het circus toe. En dat is altijd leuk. Yay, circus. Oh my god. Want als we naar het circus gaan, dan staat namelijk een groen puntje. En dat groen puntje, ja, eerlijk is eerlijk, die staat natuurlijk niet voor niks. Dus we gaan even kijken wat er nou precies is bij dat groene puntje. Dus daar komen we dan uit bij Del Piero. En ja, we gaan dus even heel groot checken wat er nou precies is. Is. Alright, alright, alright. En ja. Maar ik wil graag weten wie mijn concurrent is. Dus die wil ik ook even aanpakken in dit geval. Oké, nu gaan we gauw weten wie mijn concurrent is. Oké, zet hij hier zo? Is hier mijn concurrent of niet? I don't know, maar we gaan even heel hard kijken. Oké, sorry meneer. Je wil je niet raken. Dat maakt niet uit. Oké. Dus daar is mijn concurrent, hè? Is dat mijn concurrent? Nee. Zo, hoppakee. Clown, hè? Ik ben niet de echte clown. Neppert. Je bent niet eens eng. Oké, doei. Nou, die clown is hier van neer. Ik weet niet of dat mijn concurrent was. Want ik merk het. Ik zeg eerlijk, mijn zaken lopen niet meer zo goed. En daar moeten we toch iets aan doen. En dat ligt niet aan deze hotdogskraam hier. Want ja, hotdogs, ja, dat kan me gestolen worden. Niet al die hotdogskramen geen winst maken. Maar you know what I mean, alright? En dat is een beetje het ding. Oké, we gaan weer gauw naar de McDonald's. Want ja, daar werk ik namelijk. En we gaan even kijken of er eindelijk nog klanten zijn. Want het is laat. Onze klanten zijn koning. Maar ik heb in ieder geval elke mogelijke concurrent. Ook Huggy Wuggy een beetje uitgeschakeld. Zelfs dat kind. Dat had ook een concurrent kunnen zijn, hè? Misschien was dat een crypto trader. Je weet maar nooit. Maar goed, daar heb ik niks over te zeggen. We zijn. Au. Oké, we worden weer geraakt. Au. Oké, sorry meneer. Voor mijn moeder geen sorry zeggen in ieder geval. In ieder geval gaan we even instappen. Vleug gewoon eruit in maat. Is die gordel gewoon door twee gebroken of wat? Alrighty. Kijk, weet je wat het is? Stel je wilt even ontwijken. Oké, werkt dat toch?
Oh, dat werkt niet meer. Oké, normaal kan dat al, maar ik ben geen Franklin, hè? Ik ben nu Ronald, dus ja, dat wordt een beetje lastig. Either way, we komen dus aan op de volgende plek en dat is de Mac. Volgende plek, Mac. Draait ook nog eens, hé. Oké, we gaan hier naar binnen toe en we gaan eens even kijken wie er allemaal zijn. Oké, goedenavond allemaal. Wat willen jullie allemaal bestellen? Ja, doe voor mij maar alsjeblieft 3 Big Macs graag. En ik wil er een 3 grote frieten bij. Daarbij wil ik even... En ik wil wel een Cola Light, want ik zit wel aan de lijn. Ja, aan de lijn, maar je hebt gisteren besteld wel een grote menu. Ja. Weet je wat je kan krijgen? Waarom doe je zo raar? Hier. Hoppakee. Je bent al dik zat, meid. Afvallen jij. Zo, maar wil je klanten kwijtraken, of wat? Ja, dat wil ik wel. Oké. Ja, jij ook. Wat zit je nou weer te vetshamen, man? Even serieus. Vetshamen? Waar heb jij nou weer over? Niks te vetshamen. Slapen. Hoppakee. We hebben weer twee uitgeschakeld. Dat zijn mijn klanten, maar eerlijk is eerlijk. Die wil ik ook niet als klanten hebben, want dat gaan we helemaal bedrijf zwart maken. Anders krijgt straks iedereen een stereotypisch beeld dat er alleen maar dikke mensen bij de Mac komen. Nou, liever niet. Terug naar huis in ieder geval. En ja, niks tegen dikke mensen natuurlijk, want ik ben zelf ook hartstikke dik. Super dik zelfs. Moet gewoon rollen? Nee, dat is onzin. Maar hey, eerlijk is eerlijk. Deze mensen hadden wel, dit hadden ze kunnen voorkomen. We're going to home. I'm so far from home. Tum. Oké, dat is niet helemaal goed. We gaan even kijken bij ons thuis, want eerlijk is eerlijk. Ik kreeg weer een melding dat er iets niet helemaal goed was. Gewoon een melding op mijn telefoon dat dat iets bij de deur bij was. En ik weet niet wat. Alrighty, en komen we dus aan bij 7709. Oh jawel. En hier is mijn huis. En politie? It's the policeman. I don't wanna trouble. Down to the floor. Oké, policeman, hè? We kennen dat liedje allemaal wel. Maar goed, we gaan eens even binnenkijken. Maar oké, we zijn hier wel weer thuis aangekomen en we gaan even heel gauw naar binnen toe. Let's go. We gaan eens even kijken naar onze eigen McDonald's, want ja, ik kreeg net een beetje een rare melding en ik heb een beetje een raar voorgevoel. En we gaan even gauw naar binnen toe, want eerlijk is eerlijk, we moeten hier toch wel even kijken, hè? Alrighty. En oh my god, Pennywise? Nee. Ik ben niet de echte clown. Wat doe jij hier? Ja, dat heb je toch gezien? En waar zijn al die boksen? Ja, van jou en vraag van mij, weet. Oké, vertel nu waar ze zijn. Vertel het. Nee. Oké, ik vertel het je in de riool, maar ik kan je toch doodmaken. Dus je hebt er niks aan wat je zegt. Je gaat mij doodmaken? Denk je dat echt? En dat is misschien dat we jou failliet gaan laten gaan. Want ik ga ervoor zorgen dat jij failliet gaat. Oh? Ja, maar bij deze, kom dan. Nee. Hoppa. Niks ervan, Pennywise. Stop er dan mee. Nee. Hoppakee. Slaapie. Zo, slaap, papi. Zo, hoppakee. Oh my god, ik zit op mijn eigen Mac te slopen. Zo, heb je nog wat? Hè? Idiotere bent, hè? Oké, nu. Oh, auw. Zo. Oei. Snap. Uh-oh. Auw, hey, stop daarmee. Oh, en ik zit vast. Nou, oké, slaap jij nu, hè? Vind je nog wat? Daar lig je dan, hè, Pennywise. Maar oké, we gaan eens even heel graag onze boxen zoeken, want ik denk wel dat ik weet waar ze liggen. Want Pennywise is nou zijn eigen restaurant, maar we weten allemaal waar Pennywise woont. Hij heeft gewoon een eigen riool. Maar hoe gaat hij daar eten dan warm krijgen? Heeft hij de apparatuur of zo, de frituur of überhaupt iets? Wat heeft hij daar zo? En hoe gaat hij het dan lekker krijgen? Want ja, we verliezen echt klanten en die moeten we echt tegenhouden. En dat kan alleen om nu aan te pakken, dus laten we dat gauw gaan doen. Nu was misschien mijn houding inderdaad naar dikkere mensen niet echt de beste houding. Laten we even eerlijk zijn, ik jaag ze weg. Dat is ook niet echt een manier om klanten te werven, maar ja, we moeten ook klanten beschermen. Laten we eerlijk zijn. En we moeten ook ons bedrijf beschermen. En dat kan alleen als iedereen er goed uitziet. En ja, eerlijk is eerlijk. Wie dood is, kan geen reviews geven, hè? En het zijn ook vaak mensen die veel eisend zijn. Die geven toch altijd maar 1 ster over de McDonald's. Dus ik heb ook wel een punt. En als ze maar 1 ster geven, ja, hoe wil ik dan überhaupt gewoon fatsoenlijke leveringen kunnen geven? Oké, ik heb morgen ook een video. Daddy, die komt op Daddy Online. En ik heb dus ook een video gemaakt dat ik bij de slecht beoordeelde restaurants van de Dark Web ging bestellen. Ga die zeker even allemaal kijken. Als je deze video vandaag kijkt op dinsdag, dan komt die morgen online. Kijk je de video op woensdag, dan staat die video waarschijnlijk al online. In ieder geval 3:30 in première. Dus dan weet je dat ook. Maar goed, we gaan lekker op ons doel af. Let's go. Oké, we gaan eens even kijken in de riool. Want eerlijk is eerlijk, we willen even kijken wat er allemaal is. En ja, we gaan deze restaurants gewoon even 1 ster geven met z'n allen, ja. Zorg gewoon dat we kunnen ook gewoon een bot kopen. Gewoon een 1-sterrenbot. Dus dat iedereen gewoon klaagt over het restaurant hoe slecht het dan niet is. Ja, dat kunnen we ook doen bij deze man. Dan kopen we gewoon reviews. Die zijn allemaal nep. Dan weet iedereen dat Pennywise maar 1 ster heeft. En dat gewoon een verschrikkelijk restaurant is. Dan gaat niemand dat bestellen. Want laten we eerlijk zijn. Heel veel mensen kijken nou even van naar reviews als je iets eten bestelt. En dat is logisch. Je wil niet ziek worden, snap je? Dus er is een logica dat mensen daarnaar kijken, waardoor ze klanten verliezen. Als jij een restaurant hebt met 5 sterren, iedereen komt bij je terecht. Heb je een restaurant met 2 sterren of 1 ster? Nobody likes you. Heb je een restaurant met 4 sterren? Oké, 3,5. Wow, mensen komen dan nog steeds wel naar je toe. Want laten we eerlijk zijn, dat is nog helemaal niet slecht. Ik zie ook wel eens mensen video's maken, weet je wel, best beoordeelde restaurant voor een slecht beoordeeld restaurant. En als ze dan het slechtst beoordeelde restaurant pakken, dan is de restaurant met 4 sterren. Ja, eerlijk, dan heb je nog steeds goed eten soms. Alleen iets minder goed inderdaad tot de 5 sterren. Dat is logisch. Maar goed, we zijn aangekomen bij het volgende en dat is Pennywise. Wat? Dus hij heeft al die boxen te pakken voor mij? Dit zijn al mijn bestellingen, Pennywise. Nee. Waarom heb je dat gedaan? Ja, gewoon, dat vind ik leuk om je te teiteren. Dan ga je bedrijf failliet laten gaan. Maar waarom heb je al die boxen hier liggen? Ja, geen idee. En ik ga ervoor zorgen dat jij maar 1 ster hebt als de review. Dat niemand naar je komt. Oh mijn god, je gaat echt eraan, vriend. Nou? Als jij zo denkt te concurreren, hell no. Auw! Hé, doe het niet. Nee. Oh mijn god. Oké, go. Slaapje doen. Zo, niet doen, vriend. Idiota.
Zo, ik wil een bedrijf redden, man. Doe jou eens mijn bedrijf naar de galamites. Kunnen er alleen maar van die vatsige mensen maar instijgen even. Ja, dat wil ik dus niet hebben, hè. Zo, had je nog wat, hè, Pennywise? Lekker verdrinken, vriend. Niemand gaat je meer vinden. Bedankt voor het kijken. Like deze video. Kunnen wij voor de 150 luisteraars fantastisch zijn. Abonneer de kanaal met belletje aan. Zie ik je later terug bij een nieuwe video. En adios.